denk ik misschien wel, ja. Ja. Ik vraag het natuurlijk omdat volgende week woensdag dan dient het kort geding. Aangespannen door Johan Cruijff en 10 jeugdtrainers van Ajax tegen u en 3 andere leden van de Raad van Commissarissen. Het gaat allemaal over de benoeming van Louis van Gaal. Hoe heeft deze kwestie zo ongelooflijk uit de hand kunnen lopen dat u nu in de rechtszaal terechtkomt? U bent zelf juriste en tegenover Johan Cruijff staat. Ja, hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Ik betreur dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen. Want ik denk dat er een fantastisch directieteam strakjes zou staan. Natuurlijk na effectuering van alles wat we nog moeten doen. Maar na 12 december zou normaal gesproken een heel goed directieteam aan het werk gaan. Johan Cruijff stelt dat hij niet tijdig is geïnformeerd over de gesprekken als het gaat om de benoeming van Van Gaal. Ja. Heeft hij gelijk? Ik vind van niet, nee. Nee, hij zegt, hè, ik ben te laat geïnformeerd. U moet heel goed begrijpen dat we op dat moment echt een situatie hadden waarin Ajax verkeerde, dat er snel gehandeld moest worden. Er was eigenlijk nog maar 1 directeur aan het werk. De andere directeur was ziek. En normaal gesproken waren er 3 directeuren aan het werk op volle kracht. Er gebeurde heel veel. We kregen veel signalen van werknemers en ook van de ondernemingsraad dat er daar echt ingegrepen moest worden. En dat hebben we gedaan. Toch moet zo'n besluit door alle commissarissen ondersteund worden? Nee, dat is dat is niet het geval. Maar ten eerste wil ik zeggen, dat hebben we geprobeerd. We hebben in de ochtend meteen, zodra wij vonden dat dat besluit genomen moest worden, hebben we meteen aan de bel getrokken. Ook Johan Cruijff benaderd om bij ons de vergadering te zijn. En daar hebben we heel veel inspanningen voor verricht. Maar uiteindelijk is hij niet aanwezig geweest. Ja, ik vraag het u omdat, even terug nog in de tijd, ja. Paul Reumer, de andere lid van de Raad van Commissarissen, heeft op 17 november gezegd in NRC Handelsblad, we hebben hem, Johan Cruijff, er bewust buiten gelaten. Ja, dat wil ik toch wel, dat beeld wil ik zeker even nuanceren. Waar die buiten is gebleven, is bij de voorbereidingshandelingen. En u begrijpt, we zijn met Louis van Gaal gaan praten. En dat hebben we in het geheim gedaan. Maar is die gekend in het aanstellen van Van Gaal? Is er op enig moment voor die vergadering tegen Cruijff gezegd, Louis van Gaal is onze nieuwe man? Nee, wat we hebben gedaan is, we hebben een Raad van Commissarissenvergadering uitgeschreven. En daar hebben we het voorgenomen besluit, hè, zo gaat dat, een voorgenomen besluit, hebben we daar op de agenda gezet en gezegd van, Johan, wil je reageren? Ja, maar dit is natuurlijk waar de zaak om draait. Cruijff zegt, ik ben niet geïnformeerd, mij is een streek geleverd. Ja. En een collega van u, Paul Reumer, zegt dat ook. We hebben hem er bewust buiten gelaten. Nee, we hebben hem buiten gehouden bij de voorbereidingshandelingen, zoals ik zei. Toen hebben we met Van Gaal gesproken. Dat is overigens volstrekt normaal. Hè? Johan Cruijff heeft ons ook niet betrokken bij bijvoorbeeld een edel ophof, als die in beeld is geweest, wat ik heb gelezen in de media. We hebben voorbereidingshandelingen gedaan. We zijn met Louis van Gaal gaan praten. We wilden Louis van Gaal ontzettend graag hebben. En toen hebben we ook gezien wat met Marco van Basten gebeurde toen we wel in een vroeg stadium daar Johan bij hebben betrokken. Toen is uiteindelijk de Telegraaf daarmee aan de haal gegaan en is onze kandidaat eigenlijk van tafel geveegd. Is het netjes om het zo te doen met Cruijff? Is het netjes om het zo te doen met Cruijff? Ik had heel graag gewild dat hij gewoon bij die Raad van Commissarissenvergadering was geweest. Terugkijkend op die beslissing om hem niet vooraf te informeren, is het onhandig geweest van u en de andere commissarissen? Nee, want wat we hebben gedaan is, we hebben een voorgenomen besluit genomen. En vervolgens, hè, nadat we dat hebben genomen, en hebben we nogmaals een vergadering uitgeschreven. En daarop gevraagd van Johan, hier alsjeblieft, hier is de agenda, zou je alsjeblieft willen komen? Want dan kunnen we ook jouw mening daarover horen. En dan en die vergadering heeft op plaats gevonden. U noemt het woord, het is een voorgenomen besluit. Het is een voorgenomen besluit. Even over de status van het besluit. Ja. Is het nog steeds een voorgenomen besluit? Het is nog steeds een voorgenomen besluit. Dus er is tot geen aan contract 12 met december. Nee, want dat zijn twee dingen die u uit elkaar moet houden. Op dit moment is het zo dat de directeuren, Martin Sturkenboom en Danny Blind, ad interim zijn aangesteld als directeur. En nog niet als statutair directeur, want dat kan nog niet. Nee, maar de vraag is natuurlijk, die draait om Louis van Gaal. Is er een contract met Louis van Gaal getekend door u? Nee, dat is er niet. En dat kan ook niet. Want 12 december wordt pas, de aandeelhoudersvergadering is er dan pas. En dan pas kun je ook een contract met hen aangaan. Natuurlijk zijn er wel afspraken gemaakt. Mondelinge afspraken? Ja, natuurlijk. Want anders kun je het ook niet naar buiten brengen. En zet u die afspraken door?
zet ik de afspraken door. Uiteindelijk staat dit op de agenda nu, hè, van de aandeelhoudersvergadering. En daar wordt er over besloten. Dus het kan nog teruggedraaid worden? Het is alleen een kennisgeving aan de aandeelhoudersvergadering. Dus het kan nog teruggedraaid worden? Nee, dat kan niet teruggedraaid worden. Nee. Het is een kennisgeving aan de aandeelhoudersvergadering. Maar ik probeer duidelijk te krijgen wat u bedoelt. U heeft het over een voorgenomen besluit. Ja, het is een voorgenomen dat besluit. Dat voorgelegd wordt en dat nog bekrachtigd moet worden. Maar u zegt, en toch is het al zeker dat de benoeming van Louis van Gaal doorgaat. Nee, wat ik zeg, hè, als u mij hoort praten, is het is een voorgenomen besluit totdat alle procedureregels in acht zijn genomen. En je moet advies vragen aan de ondernemingsraad. Dat is in de zaak van Louis van Gaal nog niet gebeurd. Want hij is, zoals u misschien weet, op wereldreis. Ja, maar hij heeft gezegd, maar de vraag die natuurlijk iedereen bezighoudt is deze deal zeker? Of is het alleen nog een voorgenomen besluit? Het is een voorgenomen besluit. Vooralsnog heeft Louis van Gaal tegen ons gezegd, hij komt. Ja. Ja, en we gaan natuurlijk de onderhandelingen en ook de contractsonderhandelingen pas op die 12 december start. Ja. Dus het is nog niet zeker, de komst van Louis van Gaal? De komst van Louis van Gaal natuurlijk moet bekrachtigd worden door die overeenkomst. En zolang die overeenkomst er nog niet is, hoe gaat dat met onderhandelingen? Ja. U houdt eraan vast, de vier commissarissen die nu tegenover Johan Cruijff staan, aan deze benoeming van Louis van Gaal? Wij vinden gewoon dat Louis van Gaal de beste directeur is voor Ajax die aangesteld zou kunnen worden. En dus? En dus. Houdt u eraan vast? Ja. Ja. De vraag die andere mensen ook bezighoudt is, waarom stapt u niet op nadat de ledenraad afgelopen week heeft gezegd, het is beter dat deze raad van commissarissen nu Ajax verlaat? Ja, dat is er is een verzoek gedaan aan ons om de eer aan onszelf te houden, zeg maar. Maar wij kunnen niet van op de ene moment op het andere moment alles uit onze handen laten vallen. Dat begrijpt u ook. Hè? We zijn commissarissen. Dat betekent dat we naar alle stakeholders moeten luisteren. Er is straks die aandeelhoudersvergadering ook voor. En dan nemen wij gewoon onze verantwoordelijkheid. Bent u van plan om op te stappen? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Wij wegen gewoon alle belangen van alle stakeholders. We hebben dit natuurlijk nu gehoord van de ledenraad. En dat wegen we natuurlijk heel, heel zwaar. Want even nog, de ledenraad is de grootste aandeelhouder van Ajax. Met meer dan 70%. Dus je zou kunnen zeggen, ook in uw situatie nu, als de grootste aandeelhouder vindt dat wij weg moeten gaan, dan kunnen we dat maar beter meteen ook doen, want dan is er geen houden meer aan. Nou, maar stel je voor dat we dat zouden doen, dan is dat onbehoorlijk bestuur. Want dat betekent dat wij Ajax zo uit ons handen laten vallen. En er zijn allemaal zaken waar we gewoon nog nu mee bezig zijn. Dus dat kunnen we niet doen, dat mogen we niet doen. Wat zou het gevolg ervan zijn als u vandaag zou zeggen met de andere drie commissarissen, we volgen deze oproep op van de ledenraad, we zijn weg? Nou, dat zou betekenen dat er is een raad van commissarissen. Die is dan gewoon, die is er dan dus feitelijk niet meer. Dat betekent, maar in alle reglementen zo staan dat er een heleboel besluiten ook goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen. En dan maak je in wezen Ajax stuurloos en dat wil niemand. Bent u nog bang voor schadeclaims? Persoonlijk? Ja, bijvoorbeeld? Nee, ik ben niet bang voor schadeclaims, nee. Nee, omdat er een rechtszaak dient een kort geding aanstaande woensdag. Ja, dus klopt, ik zou me kunnen voorstellen dat het een zorg is van u. Nee, dat is geen zorg van mij. Ik weet dat we de procedures in acht hebben genomen. Ja. Ja, en ik zie dat met vertrouwen tegemoet. Maar bent u ook verzekerd tegen schadeclaims? Schadeclaims, mochten er persoonlijke claims komen? Persoonlijk ligt dat anders, maar als lid van de RVC ben je verzekerd daarvoor. Ja. Ja. Zolang u lid bent van de Raad van Commissarissen, geldt die verzekering? Ja, geldt die verzekering. Als u opstapt, bent u niet meer verzekerd? Ik neem aan van niet, nee. Dus dat maakt u kwetsbaar ook voor procedures? Natuurlijk, je bent kwetsbaar voor procedures en niemand wil procedures. Maar wij willen de procedures, laat ik het zo. Ik heb heel veel vertrouwen in de uitkomst van de procedures. Maar kan dat nog een belang zijn voor u om ook nog te blijven zitten? Omdat u dan juridische rugdekking heeft als commissaris? Een belang? Nee. Onze belangen liggen nu gewoon enkel en uitsluitend alleen maar bij Ajax. We doen dit allemaal, het is allemaal vrijwilligerswerk. Dus wat wij gewoon nu proberen is alle belangen te wegen van alle stakeholders en dan een goed besluit te nemen. Ja. Waardoor zijn u ongetwijfeld, zijn uw bedoelingen goed geweest met de toekomst van Ajax, maar toch, de uitkomst is dat er een totale ravage is. Veel mensen die Ajax een warm hart toedragen, die zeggen, ik schaam me dood voor deze situatie. Kunt u al terugkijken op wat er nu gebeurd is en wat is uw verklaring voor het feit dat het zo ontzettend uit de hand is gelopen?
Ik vind het heel lastig om op dit moment goed terug te kijken. We zitten nog midden in een hele turbulente periode. En ik vind het heel jammer dat het op deze manier eigenlijk uitdraait. Want ik denk waar het feitelijk om zou moeten gaan, is dat er gewoon een echt machtig mooi directieteam voor Ajax zou kunnen staan. Bent u het probleem geworden of kunt u nog onderdeel zijn van een oplossing voor Ajax? Ik hoop altijd een onderdeel van de oplossing te zijn natuurlijk. Ook als een meerderheid van de aandeelhouders zegt, we verzoeken u echt nu op te stappen. Ja, maar laat er geen twijfel over bestaan. Als de meerderheid van de aandeelhouders zegt u moet weg. We gaan weg. Maar we moeten wel heel keurig alles overdragen naar de volgende RVC. En nu alle belangen goed behartigen. Wanneer komt u met het bericht over het moment waarop u opstapt? We gaan gewoon kort nadat die 12 december is gewoon met elkaar kijken en de belangenafweging maken. We moeten ook begrijpen, daar komen ook allerlei andere aandeelhouders. Die hebben ook recht om gewoon zich uit te spreken. En die moeten we daar gewoon ook horen. De werknemers spreken misschien wel, of de onderneming, namens de ondernemingsraad. Dat zijn allemaal zaken waar je naar luistert en dan neem je daarop heel kort gewoon een goed besluit. Maar je laat niet Ajax van het ene op het andere moment vallen. Dat is onverstandig en dat kan ook niet. Nee. En dat mag ook niet. Is het u tegengevallen? Nee, het is een leerzaam proces. Ik kan niet zeggen dat het leuk is, maar het is een heel leerzaam proces. En het is wel een heel boeiend proces uiteindelijk. Dank u wel voor uw komst. Dank je wel. En Olfers liet ons na het gesprek weten dat de benoeming van...